hebben het hier over jongens die klooien, treiteren, zuigen. Dat soort gastjes verdient het toch gewoon om een pak op een sodemieter te krijgen. Ze vragen erom en waarom geven ze dan niet gewoon waar ze om vragen? Juist. Ja, ja. Nee. Dat kan niet. Dat mag niet. Ik ben Johan van der Sterren. Ik heb iemand vermoord. Ik begrijp dat ik dat niet had moeten doen en ik heb er spijt van. En je mag een ander niet van het leven beroven. Het pijl van de beschaving in de samenleving kunnen wij aflezen aan hoe wij omgaan met onze zwakkeren. En hoe gaan wij om met onze zwakkeren? Wij staan toe dat ze worden mishandeld, beroofd en verkracht. Kind God, u moest anders straf geven voor de zonde die ik begon. Zonde is impersoonlijk. De pap werd voor heel andere dingen gestraft. Ook voor een Brabander, een hoogmoed voor de val. Maakt geen reden uit. Je best doet. Dat je eerlijk bent. De wereld. De wereld is een verschrikkelijke plek, jongen. Waar iedereen voor een paar centen kan belazen. De hel, dat is het. Wie zegt dat jij doodgaat? Ik ben opgegeven. Mag daar sterven. Angst is een hele slechte raadgever. Neem en eet hiervan, jij allen. Want dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt. Allemaal met onze rotzooi op de vuilnisbelt. Maar is toch nog leefde? Leefde. En ga alles voor iemand overheid. Ja. Daar zijn we al lang verleerd, jong. Nee.